Zo, dus in dit derde en voorlopig laatste deel van de reeks rond het bewerken van video met het gratis Shotcut-programma gaan we bekijken hoe je muzieksporen kunt toevoegen, audiosporen kunt toevoegen en filters kunt toepassen op die audio. Dus we hebben hier opnieuw Shotcut geopend en ik heb hier al een aantal video's geplaatst in mijn playlist. Dus eigenlijk op exact dezelfde manier kunnen we muziek in die playlist gaan droppen. Nu voor de muziek zelf, het is belangrijk op YouTube als je muziek aan een video toevoegt en uploadt, dat je ook rechten hebt op die muziek. Als je dat doet met muziek waar je geen rechten op hebt en iemand dient een claim in, dan gaan eigenlijk al uw inkomsten van die video automatisch naar die andere persoon die wel rechten heeft op die muziek. Nu voor gratis muziek met dus die rechtenvrij is, kun je naar youtube.com audiolibrary/music gaan. En daar krijg je een overzichtje van muziek dat je gratis kunt gebruiken. Dus ik zou zeker aanraden om daar op zoek te gaan naar muziek, omdat je dan zeker bent dat je daar geen claims op krijgt. Als je daar een MP3 downloadt, kun je die gewoon slepen en droppen. En dan wordt dat ook automatisch afgespeeld, zodat je hoort. Dus nu is die muziek al aan het spelen. Dat is eigenlijk geen dat hier nu met spatiebar kan ik dat stoppen. Hier ga je trouwens weer de keycommando's zien die ik gebruik met Keycaster. Dus voor het tonen van welke key combinaties ik gebruik. Dus met Command Y kun je een videospoor toevoegen. Video 1 is het geworden. Als ik dan even een clip op drag en drop. Of ik had beter de A gebruikt, dan komt dat mooi op het einde te staan. En dan mute ik deze. Want ik heb, als je die afspeelt, dan hoor je dat daar enkel ruis op zit. Dus ik wil daar een muziekje op plakken. Dus ik mute deze en dan voeg ik meteen op mijn Command U een audiotrack toe. En daar zal ik dan die entire MP3 dus selecteren. Bij muziek beter krijg je hier een wit scherm. Met spatie kan je het afspelen. Met de A voeg ik het toe aan mijn huidig geselecteerde track en dan zie je dat dat de verkeerde track was. Ik moet eerst deze track selecteren, opnieuw mijn muziek selecteren, A toevoegen en nu is die correct toegevoegd? Ja, ik zal die al om te beginnen splitsen. Dus ook met de S van splitsen. Dan dat laatste stuk selecteren en met backspace verwijderen. Als ik nu het geheel laat afspelen, dan hoor je dus de muziek die ik daaronder aan geplakt heb. Nu, je ziet hier al meteen die rode indicatie in de VU-meter. De VU-meter, ik zal even de muziek stopzetten. Kun je hier bovenaan, dus piekmeter, die kun je activeren. En je ziet dat die muziek te veel piekt. En om dat pieken van die muziek op te lossen, hebben we opnieuw filters nodig. Dus dan gaan we naar de filters, opnieuw selecteren dat fragment hier. Dus het is belangrijk dat we het juiste fragment selecteren. Dan eigenlijk vergelijkbaar met de filters van de video. Kun je op het plusje klikken. Dan nu heb ik opnieuw mijn favorieten, maar als we hier op audio filters klikken, dan zie je hier alle audio filters. Nu, als we, ik zal even op audio laten staan, als we gain volume selecteren, dan kunnen we hier nu voorkomen dat dit piekt door bijvoorbeeld min 15 als gain te selecteren. En als we het dan opnieuw afspelen, dan zien we dat die meter belangen zo hoog niet meer komt. Een andere manier om dat probleem van dat pieken op te lossen is eigenlijk als je niet die gain volume gebruikt, maar een normalize to pass. Dus wat hij dan is dat je op analyze klikt en dan gaat hij het hele fragment, en je ziet hier ook de progress daarvan, dus de voortgang. Je gaat het hele fragment gaan analyseren en dan eigenlijk het volume zo instellen dat het nergens piekt. Dus het volume wordt genormaliseerd. Dat is ideaal voor audiofragmenten die je opgenomen hebt. Nu, je kan dat ook op meerdere fragmenten toepassen door die track zelf te selecteren. Het enige verschil dan is als je de filter selecteert, kan je enkel de one pass. De two pass is niet beschikbaar op de volledige track. Die is enkel beschikbaar op fragmenten. Andere filters die ik vaak gebruik, dus ik kan op dezelfde manier video gaan of audio beter gaan knippen. Een nieuw audiospoor toevoegen, video of audio tussen verschillende sporen gaan plaatsen. Een andere filter die ik veel gebruik is het
fade in en fade out effect. Dus dan zie je, als ik die toepas op deze fragmentjes, dus dan hoor je dat dat van 0 langzaam meer volume krijgt en op het einde toe wordt dat zachtjes stiller. Nu kan het, ik kan de lengte daarvan instellen. Nu zal dat stilletjes aan naar beneden gaan, het volume. Muten is eigenlijk, als je bijvoorbeeld alleen, je kan de volledige track stilzetten door dit hier te selecteren. Of als je alleen, laat ons hier bijvoorbeeld dat stukje. Als je alleen dat stukje in stilte wil, kan je met de filter mute die daarop toepassen. Nu, een andere veelgebruikte filter is eigenlijk high pass en low pass filters. En die worden gebruikt als je de videokwaliteit of de audiokwaliteit niet helemaal in orde is. Dat bijvoorbeeld heel veel gegrom op staat door achtergrondgeluiden en dergelijke meer. En dan kan je met die high pass eigenlijk video gaan beperken tot een bepaalde frequentie. Of je hebt ook de, dus dat was de high pass, de limiter. Die gaat ook een bepaalde decibel gaan afbreken. En dan is er ook nog de high pass, limiter, low pass. En die gaat ook een, de onderkant gaan afkappen. Dus dat zijn de drie filters voor het verbeteren van de audiokwaliteit. Nu moet ik eerlijk zeggen, als ik de audiokwaliteit wil verbeteren, dat ik meestal dat niet via Shotcut doe, maar via Audacity. En daar kun je eigenlijk je track ook gaan optimaliseren, maar heb je meer controle. Waar je veel meer opties hebt, dus voor het bewerken van muziek, zou ik dat zonder daarin doen. Het optimaliseren van ingesproken stukken tekst en dergelijke meer. En eens dat dat dan geëxporteerd is, kan je dat dan terug importeren hier in Shotcut aan betere kwaliteit. Zo, en dat waren denk ik de belangrijkste filters voor muziek. Wat dat meteen ook maakt dat het derde deel waarschijnlijk het kortste deel zal zijn. Maar toch, bedankt voor het kijken en tot de volgende.